Ik heb vandaag berichten gekregen van verschillende mensen, vrienden en mensen die ik niet per se ken, die mij foto's doorsturen van grote reclames van gokbedrijven die het verheerlijken. Alleen maar echte spelers die zitten in. Hè? Alleen maar echte spelers zitten in, zonder enige waarschuwing voor de mogelijke risico's en de mogelijke schadelijke gevolgen van online gokken. Dus het is een breed maatschappelijk probleem en dat vraagt om een breed maatschappelijke aanpak. En dat is nu eenmaal niet simpel. En het is niet mijn gewoonte om persoonlijk te worden. Dat is niet iets dat ik heel vaak doe. Maar in mijn geval heb ik gezien hoe één iemand die ik heel graag had, een onkel, die het heel goed deed in het leven, volledig eronder door is gegaan door een gokverslaving. Alles is die kwijtgespeeld. Vrouw, kinderen, eigendom, tot aan de grond. Alleen gestorven zonder een rotte frank. Door het monster van een gokverslaving. Ik zie vrienden in mijn eigen omgeving die achterloos inzetten op sportwedstrijden. Sommigen doen dat beperkt, vijftal euro per match, alsof het niks is. Anderen die laten zich verleiden tot veel meer. Dat is een karaktergewijs iets. Alomtegenwoordig. En dan zie je die reclame van een miljoenenbusiness. En ik weet dat die verhalen die ik aanhaal, die persoonlijke verhalen, niet uniek zijn. Dat bevestigen de cijfers. Dat bevestigen de verhalen die ons bereiken. Dat bevestigen de experten die in de hulpverlening zitten. En die moeten het afleggen tegen een miljoenenbusiness die qua reclame overal aanwezig is.